Vandaag gaan wij de mid-icon van Johan Cruijff voltooien, de SBC van Cruijff. Je zag net het eerste 89-team en dit is het tweede 89-team. Heel veel special karten gaan we inleveren in deze SBC, want deze SBC kost bijna 2 miljoen coins. Ik lever heel veel special karten in die ik niet meer gebruik, maar die ik nog wel altijd in mijn club heb bewaard. Bijvoorbeeld een Maxime Gullit, een Toni Kroos zag je hier ook al voorbij komen. Ik dacht allemaal inleveren, want deze Cruijff moet ik in mijn team hebben. Die kaart kost op de markt om en nabij ook de 2 miljoen coins. En dit is het laatste team wat ik ga inleveren. En toch al een emotioneel moment. George Best, zijn prime icon ga ik inleveren. Ik had niet meer echt, ja, nog het idee dat ik hem ging gebruiken. En Cruijff ga ik wel gebruiken natuurlijk. Want dat is gewoon de Nederlandse GOAT, de beste Nederlandse voetballer ooit. Helaas is het zijn mid-icon, maar ook die is geweldig. Met name zijn shooting is insane. 91 rated, een CA. Kan als spits, kan als scam en als CA. 5 ster, hoog-laag. 1,80 meter. 18 wedstrijden voor mij, 15 doelpunten en 1 assist. Met de Hunter Chemistry-stal heeft hij 97 pace, 94 shooting en met name zijn shot power en zijn finishing, dat samen, dat is wel redelijk goed. Zijn balance is laag, lage stamina, lage kracht, maar met Cruijff hoef je alleen de bal maar in te spelen bij hem. Een dribbel te maken met de left stick en kansen creëren om te schieten. En als je hem gaat timeschieten is hem 9 van de 10 keer gewoon een doelpunt. Het mooie aan deze kaart vind ik dat je, als je bijvoorbeeld een spits al in je team hebt, zou ik hem niet gaan halen. Want het is echt een pure afmaker. Het is meer een afmaker dan een passer. We gaan hem ook even een paar potten gebruiken natuurlijk. En dat doen we in een 4-2-2-2. Staat hij samen in de spits met de mid R9. Die ik trouwens in het i'tje nu in die video gepakt heb. Eerste tegenstander en deze tegenstander was eigenlijk veel te goed voor mij. Hij stond heel slecht te verdedigen. Kijk dan hoe hij deze bal scoort. En dan staan we 1-0 achter. En dan komen we. Nou, eigenlijk niet eens meer terug. Want dit is echt een domme actie. Een rode kaart. En daarom denk ik ook dat ik ga lieven. En dan het tweede team waar we tegenkomen heeft Gouden Messi. Messi is passé. Echt, in FIFA is hij niet meer wat het ooit was. We hebben gelukkig Cafu, die kan Messi afstoppen. En dan kunnen we een aanval opzetten met Al Owairan en Rizzo Stoichkov, vindt Zidane. En we scoren met onze andere topspeler, Zinedine Zidane. De 1 tegen 0. En dan hebben wij nog steeds de bal. Stoichkov, die ook weer even in het team staat. Al Owairan terug op Stoichkov. En die gaat de 16 in. Geeft hem op Cruijff. En Cruijff scoort de eerste goal in deze video. Geweldig schot. Een stuiterbal. Een dropkick shot. En we staan 2-0 voor. En dan een grote kans voor mijn tegenstander. Maar die timed hem helemaal verkeerd. En hij schiet hem naast. En hij drukt op pauze. En hij is weg. En dan kunnen we door naar de derde wedstrijd. Toti Icon van de Sar. Zidane mid. Midke Pelé. Rolbreker Ronaldo. Echt een heel goed team. Alleen mijn tegenstander was niet heel goed ten opzichte van zijn team. Wel goed, maar niet heel goed. Ik was gewoon heel slecht deze wedstrijd. Maar we komen wel op voorsprong, want Zidane wordt geblokt het schot van hem. Maar Al Owairan scoort dan in de soort van rebound. Komen we nog wel op 1-0 voor deze wedstrijd. Cruijff had eigenlijk niet veel te zeggen deze wedstrijd. Behalve dit balletje in de eerste helft. Krijgt het niet echt goed onder, het is niet eens een kans te noemen. Maar mijn tegenstander krijgt wel een kans en die heeft de Future Star Objective van Gordon gecomplete. En daarmee gaat hij de bal krijgen aan de zijkant en hij geeft hem voor op Pelé. En Pelé met een goede skill move, het is niet echt een skill move, maar een goede actie. Een balletje even terug te halen en hij scoort en dan staan we gelijk. Weer is het Pelé, gaat kappen, draaien. Draait zich vrij. Maldini zit er nog tussen. Maar Vieira, Gordon en uiteindelijk Pelé. En we staan 1-2 achter. En ik drukte toen op pauze. Want ik wilde Cruijff wisselen van
positie. Met name Stoichkov wilde ik even wisselen in de spits. En dus hebben we dat gedaan. En dan leverde niet echt resultaat op. Want hier is een rolbreker. Ronaldo, schot geblokt. Maar Kaka in de rebound. En we staan 1-3 achter. Lucky goal. Maar goed, dat is alleen maar in deze FIFA natuurlijk lucky goals. En we staan 3-1 achter. En dan is het eigenlijk al wel het pleit al beslecht. We gaan waarschijnlijk niet meer winnen. Zeker niet als mijn tegenstander een schot probeert te lossen met Gordon. Wat toch een hele goede speler is, ondanks zijn lage rating. Maar dat geeft ons wel de kans om een nieuwe aanval op te zetten. En Cruijff is hier nou, er niet doorheen, want hij wordt afgestopt. Hij kan mijn tegenstander er weer vandoor. Totdat Alonso ertussen zit en die gaat de bal geven op Zidane en Cruijff. Eigenlijk vanuit een onmogelijk hoe Cruijff gaat scoren zijn tweede goal in deze video. Wat ik al zei eigenlijk over Cruijff, het is echt een pure afmaker. Ik had persoonlijk een beetje meer van hem verwacht, met name in zijn dribbling. Maar als je te veel verwacht van een speler, valt het altijd tegen. Deze goal trouwens, wat door Lucio, staat echt compleet verkeerd te dekken. Staan we wel inmiddels 2-4 achter. Maar Cruijff, echt een geweldige spits. Ik zou hem echt als spits gebruiken. Je hebt wel de Hunter nodig om zijn finishing en zijn shot power omhoog te krijgen. Want hij is maar 82 shot power op zijn base card. En dat moet echt hoger, zeker als spits. Dan krijg je trouwens ook een penalty. Misschien heb je die kans van Cruijff al gezien net. Die had daar ook gewoon al in gaan moeten. We gaan hem nemen met Cruijff. En dit was de mindgame van mijn tegenstander. Hij bewoog van de zaal naar een bepaalde hoek. En ik trapte erin. Ik koos niet voor een hoek. En hier Cruijff op kracht verloren. Maar dat is logisch, want het is een krachtloze speler natuurlijk. Krijgt de bal wel weer, want we onderscheppen hem. Ik dacht dat dit buitenspel was, maar dat is het niet. En we leggen de bal breed op Rizzo, Stoichkov en we staan 3-4. Zit er dan nog wat in deze wedstrijd? Dat is de vraag. Stoichkov trouwens weer in mijn team en weer heel goed aan het presteren. Stoichkov wil de bal geven op Zidane, maar dat mislukt. En dan kan mijn tegenstander er vandoor. Maar die wordt afgestopt door Zambrotta. En dit is echt een typische... Dit is het moment van de wedstrijd. Zo verliep de hele wedstrijd. Heen en weer, een soort pingpongwedstrijd kon je het ook wel noemen. Dan mijn tegenstander weer, dan ik weer. En uiteindelijk gaat mijn tegenstander een kansje creëren. Met Mbappé op Kaká. En Tsjech toch ook een hele stabiele keeper. Die wint dat duel met Kaká. En dus staan we dan 3-4. En dan is Zidane erdoor. En die is ook zo goed en zo snel. Met name door zijn lengthy lichaam. Ziet Cruijff vrij staan en met zijn linker 5-star weakfoot scoren we de 4-4. Cruijff de man van de wedstrijd, een hat-trick in deze wedstrijd. Gaan we dan het gelijkspel vasthouden is de vraag. En dat gaan we helaas niet, want hier is Maldini. Die wordt in de rug gelopen, geen overtreding. En uiteindelijk Eusebio scoort de 4-5. En dan verliezen we die laatste wedstrijd nog. Nou ja, helaas. Als we kijken naar de man van deze video, Johan Cruijff. Zijn pace, redelijk. Het is niet echt heel, hij is niet heel snel, maar ook niet traag. Het is gewoon echt goed. Zijn shooting is goed. Zijn passing, niet veel van gemerkt. Maar je merkt wel dat zijn korte pass echt heel erg goed is. Als je hem in die positie krijgt om kort te spelen. Zijn dribbeling is, ja, ik vond het een beetje tegenvallen. Maar goed, ik had ook hele hoge verwachtingen. Het is alsnog heel goed. Defending doet er niet toe. En zijn physical stats, ondanks zijn 81 stamina, heb ik er weinig van gemerkt. Ik merk met Zidane bijvoorbeeld, die heeft 82 of 83 stamina. Daar merk ik het wel echt heel erg. Maar bij Cruijff niet. Dus dat is een goed teken. Ik heb deze SBC dus voltooid. Laat even weten in de comments of jij deze SBC ook gaat voltooien. En doe natuurlijk even het duimpje omhoog. En vergeet niet om hieronder even te abonneren. We zijn op weg naar de 200 abonnees. Dus hopelijk kun je je steentje bijdragen in de road to the 200. Dankjewel voor het kijken. Doe het duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was hem dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.